gewoon een film mag houden, mama. Ja, en gewoon biefstuk met patatjes en roerbak. Ken je die dagen dat niks zo gaat zoals je zou willen? Ik kreeg trouwens vandaag deze van mijn moeder. Goedemorgen. Nou, de ochtend begint gelijk goed. Laat maar zien. Mega gat. Sarah, de tweede voortandje ging er net echt zonder enig probleem uit, hè? Ja, je draait gewoon met mijn tand als een sleutel. Ja, hij schoof er gewoon uit. Het bloedde niet eens. Ja. Te makkelijk. Ja. En nu heb je een mega fietsenstalling. Ja. Ik ben aangekleed, opgemaakt. Ik heb dit shirt aan met de Victor Wolf print, broek mango en schoenen van Toen. En nu snel mijn spullen pakken en naar de auto. We zitten in de auto en we gaan naar... Oma! Oma! En ik zie Patricia met Robin. Ja, doe maar. Daar. Zo. En Sarah gaat daar een dag spelen. Die heeft daar Lego. Die ze gaat bouwen vandaag. En ik ga nog even verder in huis. Zo eerst boodschappen doen als ik ze heb afgezet. En dan even kijken wat ik allemaal nog kan doen. Maar... Gewoon een film mag houden, mama. Ja, en gewoon biefstuk met patatjes en roerbak. Gewoon. En gewoon de hele dag alleen maar voor de twee. Ja, gewoon een lekker tv-dagje zonder steen. Nou... Dat klinkt leuk, maar ik kan niet zo goed stilzitten. En er moeten genoeg dingen gebeuren, dus het gaat hem helaas niet worden. Maar wel dat avondeten toch, mama? Nou ja, jij zei het ook tegen papa en die vond het wel een goed idee. Dus misschien dat ik dat inderdaad wel doe. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, we kwamen er gisteravond achter dat bepaalde dingen nog niet gingen. Dus andere dingen besteld, heel verhaal. Doet er niet toe, moraal van het verhaal, vertraging. Word ik heel blij van, want het duurt al een paar weken langer dan de bedoeling was. Ja, en ook mijn boek, dat komt pas volgend jaar augustus, toch? Nee, volgend jaar april. Maar dat ziet heel anders. Ik denk al, waar heb jij het nou over? Ja, dat is dat boek dat we voor jou in oktober 2019 besteld hebben. En waarvan de verwachte leverdatum nu april 2021 is. Ja, echt, gaat heel goed. En dan zou je denken, dan annuleer je hem, maar het was een heel specifiek boek, wat bij lange na niet overal te bestellen is, dus het is al heel moeilijk aan te komen. Nou, zo merk je dat nu ook. En ze heeft het ook nog eens van de cadeaubonnen besteld, van de verjaardag. Dus dat is wel zonde, want dan krijg ik het niet opnieuw gebruikt meer. Ja, dat wel, dan krijg je gewoon je cadeaubonnen terug. Maar... dan kunnen we dat boek eigenlijk niet anders kopen, zeg maar. Omdat het bijna nergens te bestellen is. Maar ja, waarom ze het aanbieden en het dan zo verkopen, dat snap ik nog steeds niet. Want anderhalf jaar is natuurlijk echt van de zotte. Ken je die dagen dat niks zo gaat zoals je zou willen? We hadden dus gisteren een beetje een tegenslag met de verbouwing. En toen hebben we andere onderdelen besteld. En werd verzonden binnen 24 uur. Dus we kregen een heel leuk mailtje dat het inderdaad verzonden is. Levertijd, dus de bezorgtijd tussen de 1 en de 3 weken. Geweldig. Daarna belt Marco om te zeggen dat hij ook later uit zijn werk is. Dus pas later eet. Dus ik eet ook nog eens gezellig in mijn eentje. Ja, of ik moet ergens wat gaan afspreken nu. Maar ik wil wel even heel veel doen. Oh ja, loop ik natuurlijk ook weer vast. Omdat ik super, super, super veel wilde doen. Om die verbouwingstroep vandaag op te ruimen. En dat zou een heel gedeelte kunnen. Maar ja, toen ging alles even anders. Gisteravond en vandaag. Dus ik ga gewoon echt even kijken wat ik kan doen. En ja, dan blijft het weer afwachten. Echt. Soms heb je echt zoiets, hate my life. Maar goed, we blijven lachen. We houden het glas half vol. En ik ga gewoon even zoveel mogelijk doen. En als je dan alleen eet, dan moet je het natuurlijk wel goed doen. Oh, ik heb hier zo'n trek in.
Ik ben weer helemaal blij. Ja, ik ben er weer. Ja, met je gat. Je mist een stuk. Ja. Ja, vind je leuk, hè? De hele dag is het elke keer. Die weten toch die hand een beetje? Ja, bij de ene zie je een stukje bij die... Die hand. Ja. Kijk. Oh. Hier? Ik weet niet of iedereen het heel leuk vindt om naar je mond te kijken, maar... Ja? Ja, zie je daar? Ja, daar zie je hem echt al doorkomen. Nee, daar zie je een, hier zie ik een klein ja, dat is een middenstukje, ja. Ja, dan kan je zien dat er twee tanden zitten. Ja. Mm, maar sowieso... Ik zou dit stuk niet kijken, want het is niet heel smakelijk. Mm, ja, het is gewoon een mond, dat scheelt. Ja. Oh, Sarah ligt alweer op bed. Echt. Soms gaat de tijd zo snel en dan heb je het maar zo kort. Maar goed, ik heb mijn vlog al geëdit, die staat te renderen. Dus ik ben heel vroeg klaar daarmee. Was het van gisteren ook een korte vlog en ik bedacht me opeens... Dat ik vanochtend boodschap heb gedaan. Maar dat ik ook dingen voor morgenavond moest halen. En dat ik daar helemaal bij stil moest staan. Dus ik heb net een lijstje gemaakt. En dan mag ik morgen weer. Dus daar baal ik van. Maar goed, morgen kunnen we toch niet echt iets doen. Want ik heb eind van de middag een afspraak met Sarah. Dus ja. Morgen wordt het toch nog niet super weer. Daarna wordt het echt heel lekker warm weer. Wordt het zomer weer. Yay. Dus, en nu, ja, ik weet niet. Misschien dat ik nog een heel klein beetje opruim. Al ben ik wel aardig klaar mee voor vandaag. En wacht tot Marco thuis komt. Maar ik heb echt geen idee hoe laat hij thuis gaat zijn. En dat had hij zelf ook nog niet. Ik denk opeens, wat hoor ik nou? Maar, nou weet ik niet of je het kan zien. Daar is Sarah bezig. Oh. Hoor je maar gelijk. Om de plank door te knagen. Want deze kleine donder, Bodie, die kan daar dus onderdoor. Hi, kom jij zomaar voor een eitje? Ik kan je niet zo goed aaien hierdoor. Je wilde nooit geëid worden. En tegenwoordig kom je opeens, hè, sinds Bodie er is. Maar Bodie kan dus elke keer onder dat plankje door. En Sarah denkt nu volgens mij, dat wil ik ook. Dus die probeert het nu weg te knagen. Hi. Oh, je wil ook niet echt heel erg geëid worden, hè? Jullie maken wel een troep van je hok. We hadden hem van de week helemaal schoon. Nou, je ziet het. Sarah loopt ook altijd met plukken door de hok heen te sjouwen. Dan krijg je dus dit. Ze doen het trouwens echt mega goed samen. Ze liggen heel vaak samen, hutje mutje. Sarah de body wassen. We waren natuurlijk heel bang dat het niet goed zou gaan, maar... Het gaat super, hè, met jullie. Ja, zo leuk. En heeft Sarah toch daar de kleine knuffelkonijntje... Ik kreeg trouwens vandaag deze van mijn moeder. Dat zijn die ballasticks. Die heb ik wel eerder in andere smaken op. Maar dit is cola smaak. En daar heb ik hem nog nooit in op. Ik ben zo benieuwd. Dus die ga ik openmaken en proeven. Alleen het schuurrandje wil ik niet open. Ik ga hem even open knippen. Want anders... Om hem zo open te trekken had ik vorige keer ook een keer. En dan scheurt die hele zak. En dat vind ik vervelend. Oké. Poging 2 is open. Ik ga dit dus proeven. Het ruikt ook echt naar die cola fles snoepjes, zeg maar. Hij ruikt heel sterk in cola. Oh. Dat is lekker. Maar dat is niet goed. Deze zijn echt lekker. Ik ga nooit meer al die kilo's van de laatste tijd kwijtraken. Want ik ontdek echt de laatste tijd allemaal lekkere dingen erbij. En nu ben ik echt moe. Oh, die nagels zijn echt wit zo. Ik vind het wel heel cool. Ook al heb ik het echt heel slecht gelakt. En was ik echt te lui om het opnieuw te doen. Maar goed, ik ga lekker mijn bedje in. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op abonneer hieronder. Dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Doei doei!